chauffeurs. Ja, meneer Van Bommel, ik ben Micha Kat. Dag. Van JDTV. Hallo. Ik ben heel blij dat ik u tegenkom. Dat is mooi. Want, het kan geen toeval zijn dit. Jongens, dit is echt geen toeval. Want morgen begint namelijk in Zwitserland de Bilderberg-conferentie. Ah. En dit is het enige Kamerlid, JDTV-kijkers, die ooit Kamervragen heeft gesteld. Meer dan eens. Meer dan eens zelfs, over de Bilderberg-conferentie. Klopt, ja. En morgen begint die weer. Ja, het is buitengewoon teleurstellend. Even mijn telefoon op zacht zetten, want anders stoor ik jullie uitzending. Het is buitengewoon teleurstellend wat de Nederlandse regering daarover te melden heeft. Ik heb verschillende malen Kamervragen gesteld. Onder andere naar aanleiding van het bezoek van de minister-president, toen Balkenende. Hiers Ballin. Frans Timmermans is er geweest en anderen. Ik heb gevraagd, 1. Wat staat er op de agenda? 2. Kunnen wij een verslag krijgen van wat daar besproken is? 3. Wie betaalt de kosten van deze hele grappenmakerij? De antwoorden kwamen hierop neer, ook vindbaar op mijn weblog www.harryvanbommel.nl. Zeker. 1. Het is een privé aangelegenheid. 2. De onderwerpen die besproken worden kunt u in samenvatting krijgen, maar geen verslag. Op alle andere vragen werd gewoon afwijzend, want het was een privé kwestie, dus we hoeven verder nergens binnen te gaan. Oké, volg jij nog het actuele Bilderberg nieuws? Wat er nu op websites en op Amerikaanse sites wordt. Ik heb deze niet meer gevolgd, omdat ik weet dat van de Nederlandse regering er op dit punt geen enkel antwoord te verwachten is. Het wordt afgedaan als een privé kwestie. Overigens is mij wel gebleken dat een aantal van die bezoeken, dat de kosten daarvan wel door de belastingbetaler betaald worden. En daarmee is het voor mij dus per definitie geen privé kwestie. Als ik privé op vakantie ga, betaal ik het privé. Als de minister-president of een minister privé deelneemt aan een conferentie of wat dan ook, moet ik zelf betalen. Nee, maar het geld is maar één ding, meneer Van Bommel, want het geld is niet zo belangrijk. Nee, dat is natuurlijk de inhoudelijke kant van het verhaal. Als je zegt dat Nout Wellink, die keer op keer aanwezig is. En als je dan ziet wat er gebeurt met de banken. Ja. En als je dan leest wat er ooit door Brzezinski in 72 in Between Two Ages is geschreven. Over vernietiging van het monetaire stelsel. Over creatie van één wereldmunt. Ja. Dat lijkt allemaal uit te komen. Ja. Dat lijkt allemaal bewaarheid te worden. Ik kan u vertellen dat in het verleden de kwestie van de Europese eenwording. De Europese grondwet. Die kwestie is aan de orde geweest op de Bilderberg-conferentie. Dat heeft uiteindelijk niet geleid tot een Europese constitutie. Maar wel tot een verdrag van Lissabon. Wat in essentie gewoon helemaal hetzelfde is. Dat is één heel belangrijke kwestie voor Nederland. Een tweede belangrijke kwestie voor Nederland betreft de situatie die zich heeft ontwikkeld met Irak en Afghanistan. Het zijn zaken die daar besproken zijn. Voorafgaand aan de inval in Afghanistan. Voorafgaand aan de oorlog tegen Irak. En ik had ook het verhaal dat in de Bilderberg-conferentie in de jaren 90 dat Amerika stopt die met Richard Holbrooke naar Beatrix is gegaan en haar gewaarschuwd heeft over de situatie in Srebrenica. Dat is allemaal on record. Ja, ja. Het heeft Holbrooke gezegd tegen Beatrix. Beatrix gaat fout in met Nederland. Dat zijn geen ficties. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar hetzelfde wat ik u vertel over de Europese grondwet. De intentie die er was, die is uiteindelijk toch gewoon vastgelegd in het verdrag van Lissabon. Het is gewoon bijna precies hetzelfde. De vlag is eruit, het volkslied is eruit. Maar de overdracht van bevoegdheden en soevereiniteit aan Brussel staat nou gewoon in het verdrag van Lissabon, is nu gewoon een politiek feit. En die oorlogen waar ik het over had, Irak en Afghanistan, die zijn ook uiteindelijk gewoon uitgekomen. Maar meneer Van Bommel, nou de handvraag. Wat heb het hier nog voor zin met Wim Sonneveld te spreken? Dit hele gebouw, dit hele parlement, waar gaat het nog over? Ja, als we met dit soort dingen te maken hebben, dat is de handvraag. Ja, dat is dus een probleem. Ik zie dat als een probleem, want wanneer er in andere fora die niet democratisch worden gecontroleerd, mogelijk, want dat weten wij niet, besluiten worden genomen. We weten wel dat het besproken wordt. Maar er wordt steeds gezegd, er wordt niks besloten. Ja, dat is natuurlijk. Weet jij dat vorig jaar Willy Klaas, voormalig NAVO, dat hij gezegd heeft, on record, dat de Bilderberg-deelnemers de opdracht krijgen om wat daar besloten is te implementeren in de nationale parlementen, in het beleid? Dat heeft hij gezegd. Ja, dat kan gezegd zijn. Heeft hij gezegd. Dat wil ik geloven. Ik stel alleen wel vast dat iedere beslissing die het kabinet in Nederland neemt, uiteindelijk goedgekeurd moet worden door de Tweede Kamer. Of dat nou gaat over steun aan een oorlog in Irak, of dat het gaat over de overdracht van bevoegdheden aan Brussel, of dat het gaat over besparingen op welk departement dan ook, of uitgaven juist op welk departement. De euro is nooit over gestemd volgens mij. Ik kan me niet herinneren dat toetreding tot de Monetaire Unie is bij verdrag gebeurd, is dus goedgekeurd door de Tweede Kamer. Jawel. Oké. Ja.
Maar nou, de deelnemerslijst is nog niet op bekend. Meestal worden die op internet gepubliceerd, worden later bekendgemaakt. Ja. 2010 is die wel bekend. Die worden voorafgaand aan de deelname al bekendgemaakt. Nou, ik heb hem van dit jaar nog niet gezien, maar goed. Ik heb hem ook nog niet gezien, maar ik heb die kwestie eerder, u zegt dat terecht, in vragen aan de regering verschillende malen aan de orde gesteld. En de deelnemerslijst wordt bekendgemaakt met het persbericht over de thema's. Mag ik jou iets vragen? Weet jij dat jouw fractiegenoot Jan de Wit met zijn parlementaire kredietcrisis, weet jij dat ik vanaf de publieke tribune, toen Nout Welling verhoord werd hier in het enquêtegebouw, dat ik toen heb geroepen, meneer de Wit, u moet Welling vragen naar zijn lidmaatschap van de Toilette Commissioner van Bilderberg. En dat Welling toen zei, nou meneer de Wit, als daar nog, ik wil daar best iets over zeggen, dat Jan de Wit toen zei, we zullen kijken of daar nog gelegenheid voor is. De Wit is daar niet op teruggekomen. Ik ben gearresteerd door de politie. Ik heb 5 uur in de cel moeten doorbrengen. En nu, op dit moment, word ik strafrechtelijk vervolgd wegens een artikel wat sinds de jaren 30 van de vorige eeuw niet meer is toegepast in de wettelijke strafwet. Namelijk het artikel het verstoren van een wettelijk bijeengeroepen volksvergadering. Dat is voor het laatst gebeurd in de tijd van de NSB. In de jaren 30, toen allerlei mensen dingen gingen roepen in de Tweede Kamer. Dat is hoogst opmerkelijk. En dat gebeurt dus nu, hè? En dat is hoogst opmerkelijk. Maar, nou ja, vervolging is niet een zaak van mijn collega de Wit of van het parlement. Daar gaat het parlement niet over. Dat is de scheiding der macht in Nederland. Wat wel een feit is, dat kan ik u naar eer en geweten zeggen. Ik heb het zelf meegemaakt. Iedereen die ten tijde van een vergadering van een commissie van de Kamer, enquêtecommissie, gewone commissie, plenair, iets zegt hardop, die wordt verwijderd. Maar als Welling dan zegt van, ik wil best iets vertellen over... Ik heb zelf in een enquêtecommissie gezeten, in een onderzoekscommissie. En die commissies werken met een heel strak stramien aan vragen en een opbouw van de vragen. Ik was niet bij die vergadering, dus ik kan niet beoordelen of dat binnen de orde van die vergadering zou passen. Ik denk dat het best interessant geweest zou zijn om Welling daarover te horen. Maar ik weet dat de vragen die gesteld worden in zo'n procedure, worden van tevoren allemaal... Dit is zo interessant gesprek. Ik ben zo verblijf, maar dan komt de volgende vraag. Nou, vind je niet dat Jan de Wit dat gewoon dat moet vragen? Vraagt Jan de Wit niet, meneer Welling, u bent bij Bilderberg geweest, is daar besloten? Ik kan dat niet beoordelen, omdat ik niet weet wat er in die hoorzitting of in dat verhoor, ik weet niet wat het precies was, de status van dat gesprek, wat daar precies aan de orde was. En of dat, dat is zo'n onderwerp. Of dat binnen de marges van dat gesprek zou hebben gevallen. Dat kan ik niet beoordelen. Maar ik zeg wel, het is een zeer interessant thema. En het verdient de aanbeveling om daar wellicht bij een andere gelegenheid Welling nog eens over te horen. Welling gaat nou weg. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat zeg ik u toe, wanneer ik hem een keer face-to-face spreek, zal ik deze vraag aan hem stellen. En ik hoop dat de SP nog een keer weer terug gaat komen op Bilderberg, want er is natuurlijk niets gebeurd. Die vraag wordt herhaald. Kijk, het punt is, wanneer je hier tegen een muur aan loopt en je krijgt ook niet de steun van andere fracties, want daar gaat het om. Ja, dat is natuurlijk waar. Vraagt u ook die andere fracties, hè? Want met een Kamermeerderheid kan ik wel daar veranderingen krijgen. Maar helaas, en dat hebt u terecht vastgesteld, de SP is de enige partij in de Tweede Kamer. Ik ben het enige Kamerlid wat dit thema echt aan de orde heeft durven stellen. Ik weet niet waar men bang voor is. Ik heb wel eens de indruk dat men bang is dat men later niet meer uitgenodigd wordt zelf. Ja, dat denk ik. Ja. Nou, inmiddels is het zover laat opmerking dat nu in het nieuws is dat de Zwitserse parlementariër, een hele belangrijke leider in de Senaat van de Grote Dienstpartij, die heeft dus nu opgeroepen om Kissinger te arresteren als hij dus loont in Zwitserland wegens oorlogsmisdaden teruggaan tot de Vietnamoorlog. Het zal niet gebeuren, maar het geeft wel aan dat er steeds meer reuring ontstaat. Nee, zeker, zeker, zeker. Nou ja, goed, ik vind dat hetzelfde moet gebeuren met George Bush. Als hij ergens komt, oppakken die man. Meneer Van Bommel, tot later. Dag. Nou, jezus, kijk, dit was echt geweldig. Dit was echt de ene man die we nodig hadden, Erik. Ja, nou toch? Nee, helemaal, we hebben hem gewoon. Dit is voor de documentaire natuurlijk absoluut briljant. Echt geniaal. Dit is echt geweldig. Echt ongelooflijk, Erik. Onze dag is helemaal goed.